Goedenavond, het late nieuws. Veel schade door een windhoos in Overijssel. De wervelwind raasde door Dedemsvaart en omgeving. Ook uit Ommen komen meldingen van schade. Takken zijn van bomen gerukt, dakpannen van daken gewaaid en schuttingen omvergeblazen. Bij dit restaurant sloegen twee ramen kapot. Het personeel werd compleet verrast. Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ineens kwam er een hele grote windhoos, die nam die tak mee. En die heeft eigenlijk ons hele terras, zeg maar, deze kant op geblazen. Heel het restaurant ligt onder het glas. Door loszittende takken zijn op sommige plaatsen gevaarlijke situaties ontstaan. De brandweer is druk bezig om die takken af te zagen.